ik hier tin in ga gieten. Komt het er ook weer uit? Nou, dan krijgen jullie natuurlijk allebei sowieso voor mij een insigne, hè? En dat haal ik uit het geheime potje. Dit is een zoutvaartje. Meneer, wat zie ik hier allemaal op uw kraam? U overvalt me een beetje, meneer. Ja, ja. Ja, ja, ik roep nog niet handen omhoog, maar... Probeert toch niet mijn ziel te vangen? Nou, laat ik zo zeggen, we proberen uw ziel te delen. Maar u krijgt hem weer terug. Nou, dan wil ik u graag van dienst zijn. En u bent een of andere grote waakhond aan het vastleggen, dus dit is vast waardevol materiaal. Ja. Wel, het is een beetje het goud voor de armen. Het goud van de armen. Het is een beetje, ja. En het heet tin, begrijp ik, hè? Ja. En waarom is tin het goud van de armen? Omdat de armen het goud niet konden betalen. Ja. Nee. Zo. Ja, oh, jij wil ook liever even glimmeren. En weet je waarom? Kijk, ik vind dit heel moeilijk en heel eng. Maar ik zie hier allemaal prachtige afbeeldingen. Ja. Ik heb de indruk dat dit de souvenirs ook zijn van de middeleeuwen. Men ging naar een heilige plek toe of naar een kerk waar relieken waren en men nam iets mee. En hoe maakt u nou zoiets? Tin, dat komt uit, dat is een eigen element. Ja. Dat is erts. Dat kan je omsmelten. En dat kan je op lage temperatuur kwijt bewerken. Zou u mij eens kunnen laten zien hoe je dit maakt? Dat gaan we eens even doen. Een handschoen aan. En moet je voorstellen, dan heb je bijna heb je hem af. En dan zit je even niet op te letten, dan schiet je uit en dan weet je het niet. Ja. En links van ons wordt ook al druk uitleg gegeven. Pardon. En dan pak je hem af. Nou, er is hier al een stuk ambachtelijkheid gericht, hoor. Ik vind dat jullie al voor... Om te zorgen dat die mallen wat langer meegaan. Ja, dit is een Want vorm. Niet het eeuwige leven. Gietvorm. Ja, en steensoort is een hele zachte steensoort. En hoe? Leisteen. Leisteen. Dat laat zich gemakkelijk bewerken. Ja. Nou, hartstikke goed. Dus ik verwarm hem even. Ja, de steen wordt al warm. Toen was het toch veel ingewikkelder. Als die tin er in één keer ingaat, dan schrikt hij toch wel. En hij zou kunnen scheuren. En tin is dus een metaal, begrijp ik? Ja. Ja. En waar komt dat vandaan? Toen de tijd. Dus we praten over de middeleeuwen. Komt de beste tin kwam uit Cornwall. Cornwall, de beste tin. Ja, in Engeland. Dat kun je later ook worden. En waarom was dat de beste tin? Eigenlijk kwam het hierop neer dat er zat nog een stof in de bodem wat ze toen de tijd niet wisten. Joh, ja? En die stof dat was antimoon. Antimoon? Die mocht je helemaal niet zien, want nou is het weer. Die verandert iets aan de legering. Die maakt de legering anders, oké. Dus tin is ook nog een legering. Tin is geen legering, maar je kan er wel iets... Je maakt er een legering van. Ja. Ja. Zou die al een beetje op temperatuur zijn bij de oliebollenkraam, dan is het ook even voorwarmen en dan kun je wat. Ik zal hem eventjes een beetje temperatuur op. Ja, Josje. Kijk uit voor je as. Ja. Kookt hij nou ook of maakt hij alleen maar tin warm? Kookt hij? Ja, want hij is heel goed met een middeleeuws aanrecht, als ik dat zo zie. Ja, nou, dat is hij thuis is dat zeker. Dat is hij zeker. Hij kookt ook wel. Ja, nou, hij kookt meer dan ik. En niet alleen tin. Nee, niet alleen tin. Nee, gelukkig niet, zeg. En nou gaat het gebeuren. Ja. Het geheim van de tingieter. Oh, ik heb wel nog water. Ik doe wel mijn koffie zo. Ik heb nog geen water. Dat is niet anders. Ik doe wel even met... Hij wordt Hij nog niet even doorgeroerd. Hij is nog niet heet genoeg. Wat ik nou doe, ja? Is de verontreinigheid. De veldeeltjes die gaan erop drijven, ja? Dus die kan je er zo afhalen. Tin is dus blijkbaar niet altijd gaaf. Nou moet ik het op gevoel doen, dus dan kijk ik ongeveer hoe de kleur is. Oké. Ik wil dat hij nou goudkleurig gaat worden. En als hij dan blauw begint te worden, dan ga ik gieten. Als tin van goudkleurig blauw wordt, dan is het klaar.
Ja, u ziet hem nou een beetje aan de rand. Dat hij goudkleurig wordt. Zometeen is het net alsof er goud in zit. Oké. Okay. Geel goud dan weliswaar. Wij kunnen goud maken, maar niet behouden. Want als het koud wordt, wordt weer wat anders. U hebt het geheim van de middeleeuwen ontdekt. Dit kan ook met goud. Dit kan ook met goud? Dit kan makkelijk met goud. Alleen, het faal is, ik krijg geen 1100 graden op een driepootje. Oh, ja, ja. Dan moet ik een dubbele blaasboog hebben. Ja, maar dit tin wordt geen goud. Alleen maar goudkleurig. Ik dacht dat u nou de steen der wijzen gevonden hebt. Dat kunnen we tegenwoordig wel, hè, trouwens. Oh ja? We kunnen tegenwoordig van lood goud maken. Ja, oké. Okay. Het kost veel meer. Het kost veel meer, oké. Okay. Maar het gaat erom dat het, hè, ja, als je het wilt doen. U hebt de steen der wijzen. Maar we houden ons voorlopig bij tin. Ja. Mijn motto is, tin is in. Tin is in. En nou willen we die heilige zien. Zijn we al bijna zover? Welke heilige? Oh, Jacobus. Ja, we zijn op Sjak. En als we op Sjak zijn, dan willen we Jacobus bij ons hebben. We willen een pol wat warmer hebben. En onder de heilige klokslag 12 wordt Jacobus voorbereid. En in de tussentijd bent u de dingetjes wat fijner aan het afwerken, begrijp ik. Ja. Gietfoutjes even een beetje aan het corrigeren. Ja. Die. Ik geloof ik een prijs van 15 mellen mag afgesproken. Karel de Grote. Hij gaat de kerk en zo mee langs. Dat is dus hartstikke vind ik leuk. Het wel erg leuk. Ja, afgerond 15 en zijn we tevreden. Toch? Moeten we er nog een zegen over uitspreken? Of, altijd, hè? Altijd. Altijd. Wordt het een urbi et orbi of een... Ja, laten we maar even aan gaan. Dank voor de bloemen. Ja. Ja. Ik moet je moet er ook wel een beetje lol in hebben natuurlijk. Ja, maar ik... Ja, inderdaad niet. We zijn hier ook niet met een handkar gekomen hoor. Gewoon met een busje. Lekker. Laten we dat gewoon nog niet. Oh ja, 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 pardon. In Nederland nog een paar mafkezen lopen die ja, misschien ben ik wel zo'n mafkees. Ik heb 2 uren in zo'n gemotoriseerd paard gezeten. Dus ook echt waar. En nou... Normaal gesproken neem ik water, maar bij gebrek aan water doe ik nu even koffie. Nou gaat het gebeuren. En waar het om gaat is dat ik kan kijken of mijn mol warm is. En eigenlijk komt het er hier op neer. Ik maak hem nat. Ja? En dat moet ik eigenlijk gelijk oplossen. En dan is die mal warm. Dan is die... Dus ik maak hem nat en het verdampt gelijk. Ja, en dan is de mal goed. Dan is de mal goed. Als alles wat op je neerkomt gelijk verdampt, dan ben je goed mal. Ik moet de deksteen even nog even. Dan maak ik die ook nog een beetje warm. Dan hoop ik dat mijn tin heet genoeg is. Want het is allemaal natuurlijk een beetje vingerspitsengevoel. Ja, maar dat is... ervaring noemen we dat, hè? Het is wel leuk zo'n kerkklok, maar het is een kabaal, hè? Ja, het wordt echt wel elk uur, hè? Het is wel echt, hè? Ja, ik vind het heerlijk. En het rare is dat je op een gegeven moment niet meer hoort. En als je dit dan niet is, dan denk je... Er is water. Is niet erg, ja. Maar als ik het goed begrijp, dit is een, dan is uw eigenlijke werk dus niet tingieten, maar het voorbereiden van de tingieten. Want het gieten zelf, vermoed ik, dat straks in een paar seconden gebeurd is. Ja, dat gaat heel snel. Ja, ja. En het werk eromheen, als het uitdenken van wat wil ik maken, welke mallen maak ik mallen, hoe krijg ik die mallen klaar, hoe krijg ik... De boel goed op temperatuur. Dit is een mal. Het kost ongeveer, een halve dag. Halve dag? Ja. Ja. En dan hebben we een pelgrimshelp. Mensen schrikken van steen. Ja. Maar in vele opzichten laat het zich makkelijker bewerken dan hout. Ja. Want het zal niet snel versplinteren. Hij zal niet in één keer doorscheuren. Nee, nee, nee. Ja, het laat zich heel makkelijk bewerken. Dit is antiek, ja. Gereedschap. Ja.
dit is ruim 44 plus staal. Ja. Mensen die verstand hebben van metaal, die weten dat het keihard is. Keihard staal. Ook bekend als Zwitserstaal. Zwitserstaal. En om, als je daar nou op te krast... laten zien. Je ziet hij dat je makkelijk erin kan gutsen. Ja. 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 Dus dan leggen ze hem neer en dan kan je hem heel makkelijk, kan je hem als het ware zo sturen. Ja. En dan met verschillende soorten buiteltjes. Het zijn ook echte graveerstekers, zo noemen ze. Ja. Die zijn ook echt bedoeld voor steen. En in de tussentijd wordt ook deze mal helemaal mal. Ja, nee, een zoutvaartje. Probeer ik het toch een beetje op te stoken. Dan toch wat heter hebben. Dus als je wat wilt, moet je de boel flink opstoken. En dan word je helemaal mal. In de tussentijd is die wel warm geweest, maar zal vast nog wat warm blijven. Steen houdt wel aardig de warmte vast. Ja. Doe de deksteen erop. Ja. Om toch, dat die, het wordt toch aardig heet, dus ik doe toch maar even een doekje eromheen. En die twee stenen... Want ik kan het niet laten vallen natuurlijk als het... Die twee stenen tegen elkaar... Deze vorm van gieten noemen ze platgieten. Platgieten? Omdat, inderdaad, het wordt een plat voorwerp. Ja. Zo heb je platgieten en holgieten. Ja. Ja. Nou, de mol die zetten we er zo op. Dan haal ik nog een klein beetje de verontreinigheid eraf. Ja. Gelijk dat de schone tint eronder zit. Het is echt net zoals met melk. Ja, dat is mantel. Eigenlijk, wat er nou af net als het melk de vel eraf haalt. Dit is slak. Dat is eigenlijk de tin die verbrand is. Oh ja. De zuivertin blijft. Dus hij is nog goed heet, want hij is zelfs al wat aan verbrand. Nou, aardig heet. Hou ik hem even boven het bordje. Ja, nou gaat het gebeuren. En dan gieten we hem in één keer vol. Dan wordt het blauwer. En het gaat heel snel. Dus daar heb je bijvoorbeeld oude pannetjes staan. Ja. En dan kan je wat zei ik? Een paar seconden, hooguit een halve minuut. Blauwe die patineert, meer noten. En dan in één keer, boem, is die hard. En dan is die gebeurd, dan is het tin gegoten. Zou ik dit met zilver doen? Ja. Ten eerste ben ik een uur bezig om het zilver gesmolten te krijgen, dus in een andere vorm. Ja. Vervolgens, als ik dan in een mal giet, dan kan ik nog 20 minuten wachten voordat het gestold is. Dus eigenlijk voor het publiek is dit het leukste. Maar los daarvan, dit is ook hooguit 1/20ste van de kosten van zilver. Dus vandaar ook, dit is het zilver van de armen. Het is natuurlijk heet. Maar wel hartstikke leuk. Die boom gaat er vanaf. Ja. En dat is het mooie van tin. Volkomen recyclebaar. Ja. Huppatee. Ja. En dit is dus een origineel model uit, wat zeggen we, 1450? Ja, dit is van de 15e eeuw. Dit is een pelgrimse signe. Ja. Er staat op de heilige Jacobus. Ja. Daarom ook die schelp. Die schelp wordt vandaag de dag, dat is zo eng, die wordt nog steeds de Jacobschelp genoemd. Ja. Deze is zo op die schelp in Zeeland gevonden. Ja. Dus schelp en... En het gaat eigenlijk... De overblijfselen van deze meneer, die liggen dus in Santiago de Compostela. Oké. Okay. En zo hebben wij hem... Ze horen dus een combinatie bij elkaar weer teruggevonden. Moet ik heel eerlijk zijn. Ja. Dat oogje, dat hebben wij eraan gedaan voor de mensen. Ja. Zodat de mensen hem om hun nek kunnen zo, houden. Zo ja. Helemaal origineel zit het oogje er niet aan. Nou, zeggen maar we zo. Anders is het moeilijk om hem op je kleding te naaien. En eigenlijk hoort hij dus te liggen op de schelp. Ja. Eigenlijk zat hij zo. Eigenlijk zat hij zo. En dan doen ze het op een hoedje of op een kleding. Ja. Eigenlijk zat hij zo. En dat is een mooi moment om daarmee af te sluiten. En het is natuurlijk helemaal blinkend. Ja. En na verloop van tijd wordt het vanzelf zo. Het geheim nou van de tin. Nou is dit wel een legering. Hier zit namelijk wel een gedeelte lood in. En hier praten we echt over zuiver tin. En dat ziet er ook uit als wat onbewerkt zilver. Vandaar ook het zilver van de armen. Ja. Ik dank je wel voor deze prachtige uitleg. Alsjeblieft.